Hoi allemaal! Vandaag is weer tijd voor een video. Ik heb alleen geen mascara op vandaag, want ik heb een ontstoken oog. Ik denk niet dat je het ziet, het zit aan de onderkant en je ziet het niet, maar ik voel het echt al wel een week. En vanmorgen dacht ik, oké, het is zondag, tijd om een dagje zonder mascara rond te lopen. Maar ik wilde wel nog graag een video opnemen. Alleen het begint nu keihard te regenen en hierna is het donker, want het is nu 16:30. Dus ik vermoed niet dat ik het daarna nog droog kan opnemen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon doen met een beetje licht, maar volgens mij zien jullie me prima. En ik wil het vandaag hebben over huidverzorging en dan eigenlijk specifiek wat ik doe als mijn huid onrustig is. Dus ik wil een aantal van mijn favoriete producten laten zien die ik dan gebruik. Het kan zijn dat je Niels op de achtergrond hoort, hij zit op zijn kamer, is hij met Sven aan het spelen. Maar ja, het kan zijn dat hij af en toe gilt of doet. Laten we maar gewoon beginnen met als ik een beetje een onrustige huid heb, dan denk ik eerder aan maskertjes en dingetjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik probeer eigenlijk elke zondag een maskertje te doen. Maar het wil er wel eens bij inschieten. En als ik een slechte huid heb, dan wil het er niet bij inschieten. Dan denk ik er eigenlijk altijd aan. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik heb dat in ieder geval altijd. Wat ik dan doe, is ik begin met scrub. En dit is een scrub die ik vroeger altijd gebruikte, waar ik heel enthousiast over was. En eigenlijk hem al jaren niet heb gezien, maar de laatste tijd is hij ineens te vinden bij Kruidvat. En het is de Apri The Original Scrub Exfoliating Facial Scrub Cream. Ik heb geen idee, ik gebruikte deze vroeger, ik hoorde echt nooit iemand over, maar ik vind hem heel fijn. Hij is ideaal voor de normale tot vette huid. Ik heb een droge huid, maar ik merk als ik een onrustige huid heb dat mijn T-zone wat vetter wordt en eigenlijk reageer ik prima op deze scrub. Wat wel interessant is, want meestal reageer ik slecht op dingen waar fruitzuren in zitten. Maar ik vind dit gewoon een hele fijne scrub. Ik reageer goed op en hij heeft vrij grove korrels, maar het zijn wel abrikozenpitjes. Ik vind hem heel fijn. Dus deze gebruik ik dan als eerste, nadat ik uiteraard mijn gezicht gereinigd heb. Maar daarna ga ik dan door met een masker. En dit is het masker, je hebt me hier al vaker over gehoord, waar ik heel enthousiast over ben. En dit is het Freeman Facial Clay Mask Mint & Lemon. En deze is echt fantastisch voor een onrustige huid. Er staat ook, clears breakouts and minimizes the appearance of pores. En dit masker, als ik onrustige huid heb, dan is dit een van mijn echte saviors. En ja, Mint & Lemon, ik heb geen idee waarom het zo goed werkt, maar het werkt echt heel goed. Deze koop ik altijd bij de tuinen. Dat heet tegenwoordig Holland & Barrette, geloof ik. Je hebt ook wel Freeman maskers bij Kruidvat bijvoorbeeld. Alleen daar zie ik deze nooit staan. Dus het is echt specifiek deze. Ik heb ook wel andere maskers van Freeman. Maar deze is echt degene definitely clears the skin. Dus deze zou ik zeker aanraden. Die droogt dan op en dan haal je hem eraf. En dan nou ja, gaat het al een stuk beter. En dan begin ik met crème. En waar je hem al heel vaak over hebt gehoord is deze. Dit is de La Roche-Posay Evaclar Duo Plus. En dit is een crème en er staat ook Corrective Unclogging Care Anti-Imperfections. Dus dit is een eentje die je huid corrigeert, die je poriën zeg maar schoonmaakt en ook zorgt dat je imperfecties, ik probeer dat een beetje subtiel te vertalen vanuit Engels, de imperfecties verdwijnen. En dit vind ik een hele fijne. Ik moet erbij wel zeggen dat hij dat echt doet, maar dat hij dus ook wat dieper reinigt. Dus als je het voor het eerst gaat gebruiken, dan zal je huid eerst wat erger worden. Maar geloof me, daarna wordt het zoveel beter. Het is gewoon, het vel komt er letterlijk uit. Dus je krijgt eerst wat meer pukkels en daarna wordt het minder. En deze gebruik ik, voorheen gebruik ik hem dagelijks. Maar eigenlijk sinds de zwangerschap is mijn huid vrij rustig. Gek genoeg. Maar nu merk ik dat ik weer wat onzuiverheden krijg. En nu ben ik hem dus eigenlijk weer vrijwel dagelijks aan het gebruiken. En ik gebruik hem vooral op deze zone. Want dit is voor mij de zone waar ik vaak onzuiverheden krijg. En dan kies ik even wat ik er overheen doe. En dat hangt een beetje van mijn staat van zijn af. Als ik een beetje een onrustige, gevoelige huid heb. Of wat vetter. Dan ga ik vaak voor deze. Dit is de Embryolisse Le Concentré. En deze crème, ja, dit is voor alle huidtypes. Heel veel fysicisten gebruiken dit. En dit is gewoon een, ja, dit is echt een statement crèmetje. Hij is voor alle huidtypes heel geschikt voor de gevoelige huid. Daarom gebruiken fysicisten hem ook. Niemand reageert hierop. Maar soms heb ik gewoon net even wat meer nodig. Maar meestal gebruik ik deze, zoals je ziet, is hij ook. En dit is zeker niet mijn eerste tube. Dit is gewoon een hele fijne crème.
weet je, dit is harmless, zeg maar. Maar ik ben de laatste tijd ook erg fan van deze. En dit is de Olaz Total Effects parfumvrije dagcreme. En dan met name de parfumvrije variant. En deze voelt net wat voedender. Net wat fijner voor de rijpere huid. Ik bedoel, ik ben 32, ik ben nog niet heel oud of zo. Maar ja, je hebt toch iets meer verzorging nodig. Ik heb overigens helemaal geen rimpels of iets nog hoor. Maar deze vind ik wel heel fijn. Deze voelt gewoon net wat lekkerder, zeg maar, vind ik, op mijn huid aan als het wat kouder wordt. Zoals nu, wat droger buiten. En in de zomer gebruik ik dan vaker de Embryolisse. Of als mijn huid, zeg maar, echt, als ik merk dat die wat gevoeliger is. Met pukkels, ja, of nou de een of ander gebruik, maakt niet uit. Maar soms heb je gewoon ook dat die gewoon wat geïrriteerder is. Dan gebruik ik altijd de crème van Embryolisse. En dat is het eigenlijk. Dat zijn eigenlijk de producten die ik heel graag gebruik als mijn huid wat onrustig is. En met onzuiverheden dan met name. En als je nou echt vraagt, Karine, als je nou echt moet kiezen, ik wil twee producten die mijn huid echt redden, dan zou ik voor deze twee gaan. Dit zijn echt toppers. Ja, dit is echt een gouden duo. Maar ook los van elkaar zijn ze echt al heel fijn. Dus ja, dat was het. Ik hoop dat je het leuk vond te zien. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht jij nog gouden tips hebben tegen onzuivere huid, laat dan vooral even hieronder weten in de comments. En ja, als je nog andere video's leuk vindt om te zien, laat het ook vooral eventjes weten. Tutorials of haardingen of random video's. Laat vooral even weten wat jij leuk vindt om te zien. Dat zou ik heel leuk vinden. En dat geeft ook altijd leuke inspiratie. En ja, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Voor je tegenwoordig trouwens krijgen we bij de bijenkorf. Dus daar heb ik deze ook gekocht.